Het is het Joods carnaval. Ik noem mij Purim, ook wel is het Lotenfeest genoemd. En wij herdenken een verhaal dat bijna 3000 jaar geleden zich heeft afgespeeld in Perzië, tijdens het Perzische Rijk. Een zekere Haman, een minister van het toenmalige Perzische Rijk, wilde het hele Joodse volk uitroeien. Zijn plan is uiteindelijk mislukt. Hij is uiteindelijk zelf opgehangen door zijn eigen keizer en wij vieren elk jaar op Purim dat wij toen niet zijn uitgeroeid. Hoe vieren jullie dat? Wel, u ziet het vooral veel verkleedpartijen, een beetje te vergelijken met carnaval. Er wordt veel gegeten en gedronken, er worden cadeautjes uitgedeeld aan vrienden en familie. Het is een hele leuke en plezante dag. Vooral voor de kinderen wordt ook veel aan liefdadigheid gedaan. De armen worden zeker niet vergeten op Purim. Jullie hebben wel heel veel geluk met het weer. Ja, dat is waar. God heeft ons goed weer gezonden vandaag. Maar ik weet natuurlijk dat er ook Purims waren wat het minder goed weer is. Maar vandaag is het heel, heel leuk. De kinderen kunnen zich ook goed verkleden. Ze moeten geen jassen dragen. Dus ja. Happy Purim! Happy Purim! Happy Purim! Happy Purim!